Welkom op weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. Mijn naam is Leroy en vandaag lopen we lekker in een drijfnatte wind Efteling. Het is het eerste weekend dat de wind Efteling hier nu is. Het is de eerste week dat het er is. En ja, we zijn er al een tijdje. We hebben gewoon eerst even van het park kunnen genieten. We zijn ondertussen een klein beetje al weggedreven. Maar ja, het is gewoon... Het is vanochtend begonnen met regen en het is tot nog toe niet gestopt. En het gaat waarschijnlijk ook niet meer stoppen. Maar goed, we gaan kijken wat we van de winter Efteling kunnen maken. Het zal waarschijnlijk niet een hele uitgebreide video worden. Maar wees gerust, er gaat nog een betere video van de winter Efteling komen. Want dit is zeker niet de laatste keer dat ik hier dit seizoen ben. Ik moet nog even kijken wanneer ik hier weer naartoe kom. Maar dat zal zeker goed komen. Want ik wil gewoon wel de volledige winter Efteling gezien kunnen hebben. Dat gezegd hebbende, is ook van de Charlatans, de show omtrent de nieuwe attractie Dans Macabre. Ja, die hebben we natuurlijk ook nog even kunnen kijken in de tussentijd. Dus daar gaan we nu eerst even van de beelden van genieten. Of tenminste, jullie gaan er lekker van genieten. En dan zien jullie mij zometeen weer. Otto? Heb ik Otto gezien? Otto? Dan zit hij natuurlijk in de bak. Otto? Hij is niet hier binnen. Niet naar binnen? Nou, Otto? Ja, zeg. Otto? 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 Nee. Ha. Otto, ik hoor jou. Nee, dat kan niet. Ik hoor je luid en duidelijk. Waar ben je? Ja, niet hier. Ja, en daar ook niet, maar waar... Nee. Nee, dus dan kun je me ook niet horen natuurlijk. Dat is vrij logisch. Ja, als je daar staat, dan kun je me wel horen. Als je toch even moet... Ik ben hier al een half uur aan het zoeken naar jou. Ik ben daar al bij die meisjes van de Unox geweest, die wisten het niet. Ik ben bij de Zwarte, hun wisten het niet. Wat hadden wij nou afgesproken? Meisjes van de Unox, heten die echt zo? Dat zijn de meisjes... Wat hebben we? Sorry, ja, ik ga heel sorry. Snel. Sorry. Ja, sorry mensen voor dit oponthoud. Sorry, ja, sorry, ja. Kom maar dichterbij hoor. Ja, het is toch niet te geloven. En nou heel snel. Ja, kom maar. Jeetje. Nou, ik vind niet dat je zo boos hoeft te worden. Ja, nee, maar ik sta hier de hele tijd te wachten op jou. Ik heb toch gezegd waar ik mee zit. Ja, dat... Otto, maar ik heb toch gezegd dat we daar nou even helemaal niks mee kunnen. Ja, maar... En ik heb je wel gehoord, maar ik heb er gewoon geen affiniteit mee. Ja, je zegt altijd, je moet ruimte innemen, ook met je emoties. Neem ik een keer ruimte in met mijn emoties, is het weer niet goed. Het is wel heel veel, hè? Wel heel veel wat je dan pakt. Ja, ik ben een man, wij hebben veel emoties. Okay. Daarom praten we er ook zo slecht over. Ja. Dat is gewoon zo. Wow. Toch, meneer? Klein stukje verder. Stop! Ja, helemaal goed. En daar? Ja, gaat hij weer? Ja, in ieder geval, lieve mensen, rechts van mij, voor jullie links, zien jullie mijn man, Otto. Buiten. Ja. Aan de andere kant ziet u mijn vrouw, Verengenie, dokter Ambus Magister in de angst- en ongeluksbestrijding. En in ons midden ons draaiorgel, Esmeralda. Wij zijn... De Charlatans! En op een nacht werden wij wakker van vreemde geluiden. Sinister geknisper, gekras, gekraal. Toen wij de moed bij elkaar hadden geraapt, zijn we op onderzoek uitgegaan naar waar die huiveringwekkende geluiden vandaan kwamen. Achterin en Zwarte Kat vonden we oude stallen, nog uit de tijd van de abdij. We gingen daar naar binnen en we zochten onze weg in het donker tussen kisten, manden, oude meubelstukken. En daar in die donkerte vonden wij helemaal overwoekerd met spinrag, oude papieren. Ja. Huh? Is er een tekening? Van de oude abdij. Ja, is een vaantje. Leuk, Otto. Dankjewel. Zo,
zijn onleesbare aantekening niet te doen. Plots een flits. Het bos werd hel verlicht. Ik zag... Jij blijft. Inmiddels aangekomen op de Winterse Weide. Ik heb proberen wat beelden te maken. De schaatsbaan dacht ik dat die groter was. Maar het valt mee. Hij is volgens mij wel weer groter dan vorig jaar. Dus hij wordt wel ieder jaar weer een maatje groter. Ligt er leuk bij hier. Het is, de Winterweide zelf is wel wat aan de kleine kant geworden. Je kunt er nog maar van één kant eigenlijk oplopen. Ja. Voor ons is het een beetje een rare sfeer op dit moment. Omdat... ja, we zijn gewoon ondertussen doorweeg. Het is wel weer heel mooi verlicht hier. Dat doen ze wel heel goed. We gaan er zo meteen even de zangshow en dergelijke kijken. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn. En voor de rest, ja. Het zal een korte video worden. Maar het heeft gewoon echt met weer te maken. En ja, we drijven ondertussen een klein beetje weg. De winterstemming zit er ook nog niet volledig in. Het is ook heel rustig. Ja, mensen zijn een beetje ook vermoeid van het weer, merk je ook wel aan de sfeer. En voor de rest gaan we er gewoon een leuke avond van maken. En ik ga mijn best doen om nog wat leuke beelden voor jullie te maken. Ook niet. Ja, en ik kan het allemaal, hè. Storm, doe ik zo voor je. Donder, geen probleem joh. Bliksem. Zelfs een regenboog. Maar weet je hoe moeilijk dat is, een regenboog? Met al die kleuren. Maar ik kan het allemaal. Alleen ja, wat is dan de grote opdracht van mijn weerstentamen? Weet iemand het toevallig? Sneeuw. Nou, dat was heel overtuigend. Inderdaad, sneeuw. Maar echte sneeuw, dat is nog niet zo simpel als dat het lijkt. Wist je dat ieder sneeuwvlokje anders is? Echt geen één sneeuwvlokje is hetzelfde. En als ik mijn tentamen niet haal, dan word ik naar de veeacademie gezet. Oh, ik moet me concentreren. Aha.
jij bent het. Ik kijk het ene moment uit het raam, regen. Een ander moment zonneschijn. Een volgend moment onweer. En weer een ander moment hagel. En het dondert om de haverklap. Ja, sorry Pinocchio, ik kan er echt niks aan doen. Ja, het hele dorp wordt er een beetje moe van. Geppetto keek bijvoorbeeld uit het raam en dacht, wat een lekker weer. Dus hij wil gaan wandelen. Zet hij één stap buiten de deur, hagel. En Geppetto is hartstikke boos. Oh, Pinocchio, je weet dat je niet mag liegen. Sorry, vee. Ja, ik hoef me helemaal suf. Het is weer examentijd. Weer? Ja. Wat is dit keer de opdracht? Sneeuw. Sneeuw? Ja, en ik hou niet eens van sneeuw. Oh, ik vind sneeuw geweldig. Dansen in de sneeuw. Dansen in de sneeuw? Wat is daar nou leuk aan? Nou, zwieren tussen al die vallende vlokjes. Dansen is sowieso heel erg leuk. Let maar op. Oh. Het sneeuwt. Dat is nep sneeuw, dat telt niet. Oh, als ik mijn examen niet haal, dan word ik van de V-academie gestuurd. Ja, vee. Ik moet me concentreren. Oh, vee. Hoe krijg ik dat nou voor mekaar? Vee. Huh? Je hebt denk ik eerst kou nodig. Ja, als het te warm is, dan zwelt ieder sneeuwvlokje. Daar zit wat in. Ja, maar ik weet niet of je dat kan koud overen. Zeg, ik had een dikke vette 8 voor mijn tentamen vrieskou. Nou, dan is dat toch de eerste stap. Slim bedacht. Fiebele, fobele, Nou. Sorry, Aspoes. Misschien een poging. Fiebele, fobele, Dat was het? Dat was het. Oh, oké. Het wordt wel kouder, voel je? Nee, ik voel wel niks. Nee? Oh, ik heb het koud hoor. Ik ga even warme chocomel drinken. Joejoe. Zit jouw kaak vast? Wacht. Jeetje, jij bent ijskoud. Jij bent helemaal bevroren. Ik wrijf jouw kaken wel even warm. Ik ben hartstikke bevroren. Oh, en jouw neus kan wel groeien. Ja, ik dacht steeds in mezelf, ik kan niet dansen. Ik kan niet dansen. Maar ook als ik tegen mezelf lieg, dan groeit mijn neus. Slim bedacht van mezelf. Hé, maar we kunnen toch iets verzinnen waarbij het vriest, maar jij normaal kan bewegen? Oh, echt? Ja, dat zou heel fijn zijn, ja. Wiebele, vobele, vee. Kijk eens, hop. Blijft even hangen. Zo. Nou, als het goed is, krijg je het snel lekker warm. Oh! Ja! Oh, ik kan warm weer bewegen. En 1, 2, 3. Ja! Oh, mijn benen doen het ook weer. Ja! Nou, gelukkig ben jij weer helemaal de oude. Ja! Oh, misschien heb je iets over het hoofd gezien. Wie weet. Even kijken. Oh! Ja! Nee. Nee! Ja! Sneeuwvlokken zijn met o zo vele. Spreekt de spreuk uit vele kelen. Nee, misschien moeten we het nog een keer doen, maar echt met z'n allen. Ja, met z'n allen. Ja? Oké, gaan we nog een keer. 1, 2, 3, 4. Niks. Helemaal niks. Ja, ik dacht toch echt. Oh, ik ook. Ik ga zo vreselijk zakken, zo word ik nooit een gediplomeerd vee. Zo, we hebben inmiddels de warme winterweide gezien.
zijn twee shows die er eigenlijk opgevoerd worden. Eentje, die hoor je nu misschien iets op de achtergrond, dat is met Vee de Veer. Die andere is met Zang en Gezellig, dacht ik, heette die groep. Gewoon wat muziek, wat zang. Niet zozeer een kerstsfeer. Dat vind ik ergens wel een gemiste kans. Misschien komt dat nog. Omdat het natuurlijk nog geen kerst zelf is. Dit is nu het weekend dat de intocht eigenlijk is van Sinterklaas. Ja, het kan zijn dat het nog komt. Geen idee. Ik ga nog een keer terugkomen. Dus dan gaan we erachter komen of de kerstmuziek nog komt. Ik vind de warmte in terwijl op dit moment een klein beetje tegenvallen. Misschien heeft het ook deels te maken met het weer. Want het is gewoon zeiknat overal. Het is niet gestopt met regenen. Ja, we gaan het zien. Ik kom hier sowieso nog een keer weer. In ieder geval na 5 december zal het ergens zijn. Ik moet nog even kijken wanneer. In ieder geval is het dan echt kerst. Dus ja, we gaan zien hoe het dan is. Welkom hier op de markt in Terweijden. Wij zijn de heren van Zang en Gelukkig. Ja, laat ons zelf even voorstellen. Hallo, mijn naam is Noorten. Ik ben Guus. En ik ben Ruben. Ja, en jongens, terwijl wij hier op de draaischijf staan, kan iemand mij vertellen hoe het komt dat die bomen hier zo wit zijn? Oh, ja, dat weet ik wel. Dat komt door Vee de Vee. Die heeft het hier laten sneeuwen. Oh. Life could be a dream. Life could be a dream. Life could be a dream. If I could take you up to paradise up above and tell me, darling, I'm the only one that you love. Life could be a dream. Sweetheart, hello, hello again. Shaboom and oh, we'll meet again. Boom, bah, hey, honey, ding, dong. A-ling-a-ling-a-ling. Oh, 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 yeah. A-di-di-di-di-di. Whoa, oh, life could be a dream. Shaboom, if only all my precious plans would come true. Shaboom, if you would let me spend my whole life loving you. Oh, life could be a dream, sweetheart. Jeetje, wat een regen, hè, boys. Jeetje, zijn jullie een beetje droog zo, met z'n allen? Nee. Nee? Nou, pak elkaar dan even stevig vast. Dan kan ik een mooi intiem verhaal met jullie delen. Ja, boys, ik was laatst hier op de Pardoespromenade. En toen kwam ik een elfje tegen en toen dacht ik, wauw. Volgens mij is dat de liefde van mijn leven. Oh, maar toen bleek je niet te vallen op de trollen. Luister. As I walk along, I wonder what went wrong with our love. A love that was
so strong. She was running away. Inderdaad, wat een gezelligheid hè boys. Oh, heerlijk. Ja, ja, start de band maar gewoon. Ja, ja. Dan komt iedereen mee. Iedereen gelijk een beetje groen zo. Volgens mij hebben we een heel groot probleem, want onze plaat is vastgevroren, hoor ik in mijn oortje. Maar wat moeten we nu doen? Oh, wacht.
Dus om de platen ontdooien, moeten we de warmte verspreiden over de warme winterweiden. Ja, en dat kunnen we doen door te klappen. Dus klappen jullie met ons mee? Gaan we langzaam beginnen? Gaan we steeds een stukje sneller? Daar komt-ie. Klap, klap, klap. Klap maar mee. Klap, 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 klap. Hey! Wow, gelukt! Ja, het is gewoon gelukt. Ja, ja, dat is een man. Ja, ze heeft gewoon de macht in handen. Ja, is heel erg meegemaakt, denk ik. Dan spreiden we de warmte over de warme winter. Ja, de wereld van onderen. Stop het you
good as you. Pretty woman, I couldn't help but see. Pretty woman, that's what love is to me. Are you lonely just like me? Pretty woman, stop around. Pretty woman, stop around. Onze eerste dag in de Winter Efteling van 2023 erop op. Wij lopen inmiddels richting de uitgang. Ik heb niet heel veel beelden kunnen maken. Deels ook vanwege het weer. Maar gewoon ook deels ja, omdat ik gewoon lekker van mijn dagje wil genieten. Wij hebben ondertussen ook alles een klein beetje bekeken. Ja, de wintersfeer zit nog niet helemaal in het park. Dat merk je wel een beetje. Desalniettemin hebben ze wel weer iets heel leuks neergezet. Ik ga er zeker vanuit dat de sfeer wel degelijk gaat komen. Maar tot nu toe is hij nog niet helemaal. Geeft nog niet, het is het eerste weekend, dus dat komt allemaal nog wel. En net wat ik ook al meerdere keren heb gezegd, het weer zat vandaag ook gewoon niet meer. We hebben een regenachtige dag gehad. Het is de hele dag door minimaal aan het miezeren geweest. En dat is op een paar momenten zelfs doorgezet tot echt regen. Maar het is eigenlijk gewoon de hele dag niet droog geweest. Dus ja. We hebben ondertussen wel een leuke dag gehad, ondanks de regen en de kou. En ja, dat wil ik zeggen, wij lopen nu in ieder geval richting de uitgang. Nou, zoals ik net ook al zei, voor ons zit ons dagje hier op. Wij hebben een hele leuke dag gehad. Ja, zoals ik al zei, ook een klein beetje last gehad van regen. Maar desalniettemin weer een fantastische dag gehad. Wij gaan ondertussen lekker richting huis opwarmen in de auto. En ja... Ik hoop dat jullie ook dit weer gewoon een hele leuke video vonden. Ik hoop dat jullie er ook aan het hebben gehad. Dat je een klein beetje weet wat je kunt verwachten uit Winter Efteling dit jaar. Ja. En voor de rest zou ik zeggen, tot de volgende keer.